De 80's. Top 750. Radio Veronica. Veronica. Wat mij betreft, dronken, stoned en nerveus. Dronken, stoned en nerveus? Ik was altijd dronken, stoned en nerveus. Ik was altijd moe, kan ik nog. Ja, jij was altijd moe. Ja, ja. En, maar ja, dat was ook wel logisch. Ja, het was gekkigheid. Ik ben echt serieus. Ik was altijd heel nerveus, dat weet Henk wel. Dan moest ik altijd overgeven voordat ik optrad. En tijdens optreden. Soms. Als we hadden op het podium overal emmertjes staan die voor een deel met water gevuld waren. Want dan kon je ze makkelijk weer schoonmaken als hij ze gebruikt had. Ja. Ja, en het is niet zo dat ik altijd over moest geven. Nee. Maar soms wel. Sommige nummers wel eens een twee keer. En na een nummer of drie was ik dat dan wel kwijt. Maar soms moest ik echt over mijn nek. Op een feestje liep ik tegen Kate Bush aan. En zij tegen mij. En dat klikte zo enorm. Dat ik door haar uitgenodigd was om... hoe zeg ik dat netjes? Mee te zingen? Om als het ware mee te zingen in het koor der liefde. En helaas was mijn vrouw erbij, dus het kon niet doorgaan. En dus toen heb ik gezegd, het wordt bij jou een solo zangstuk. En bij mij trouwens ook. Ja, ja, en, ja, ja. En toen ben jij later nog... Een duet. Een duet met haar wezen zingen, ja. Oei, dan wordt het wel heel moeilijk. Every Breath You Take van de Police. Ja? Vind ik een wereldnummer. Oké. Okay. Ik denk, elke keer als dat in van die programma's over de jaren 80 langskomt, dan ga ik er even rechtop zitten. The Message van Grandmaster Flash. Flash, ja. Dat vond ik geweldig. Vreselijk goed nummer. Ja, de 80e jaren, ik hoorde pas Leo Blokhuis nog zeggen dat er in die 80e jaren eigenlijk helemaal niks gebeurde. Nou, maar dus zat hij toch alleen nog maar in de kerk in die periode? Prins is er moet gaan. En weet je, dat soort nietszeggende artiesten allemaal. Bruce Springsteen is er moet gaan. Sting, dat is allemaal niks. Ja, ja, ja. En hoe heet die man ook alweer? Crowded House. En die man die dood is, Thriller. 1983, Michael Jackson, maar was allemaal niks. Nee, matig artiesten. Matig artiesten. Dus die 80e jaren, ik citeer Blokhuis. Ja, ja. Is eigenlijk helemaal niks. Maar toen was de popkritiek wel veel beter. De popkritiek was toen beter dan die was toen, dat klopt. Ja, 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 ja. Ik vond Hou van mij geloof ik wel een goed nummer. Een van de mooiere, Alles geprobeerd. Dat is ook goed. En ik heb altijd iets met de allereerste single In het leven. Dat vind met dat mooie eind. Ja, dat einde gaat niet om, maar het nummer is een totaliteit. Nee, maar dan is het afgelopen naar het eind. Dat vind ik altijd wel lekker. Ik vind het begin ook wel leuk. Het is een beetje dat het einde goed moet komen. Ja, dat is nou, mijn toenmalige vriendin. Oké. Ja. Nee, ik zou het... Nee. De 80e jaren waren wel hele gezellige tijden. En gezellig met de betekenis van... Kijk, in de omgang van mensen onderling... dacht niemand aan... Oh, ik kan een hele enge dodelijke ziekte oplopen. Wat in de 90e jaren ineens heel sterk ging spelen. En toen werd iedereen bang voor de liefde, zou ik maar zeggen. Nou, het was één groot feest eigenlijk. Eigenlijk, en dat is ook, het is ook niet raar dat juist in dat decennium... de disco eigenlijk begonnen is. En dat uiteindelijk is dat dan dance geworden of... Maar het was een feesttijd. Ik vond de discotijd ook wel leuk. Dat was eind 70, begin 80. Dat was ook wel leuk, hoor. Nee, Henk is nu bezig een plaat, onze nieuwste CD af te mixen. Ja, ik ben nog wel een tijdje bezig. En dan is het nieuwe album klaar. Dat heet Overwerk. Ieder artiest zegt altijd, dit is het beste album wat we gemaakt hebben. Dat klopt ook in dit geval. Ja, heel uitzonderlijk is dat. Ja, misschien wel omdat het onze laatste is. Je wil nog één keer vlammen. Hè? Zo, ja. Je weet, mensen die doodgaan, die hebben nog even een opleving. En wij zijn nog niet dood. Maar in mijn geval scheelt het niet veel. Komt vroeger wel goed. Wordt ook een beetje bij. Wil jij hem even eerst een beetje voorkouwen? Weet je wat het is? Kunnen we hier naar weg dan? Nee. Ik was hier altijd heel goed in. Ik maakte zelfs mijn eigen condooms. Ja. Doe je zo. En dan vlak bij de mond van een ander meisje. Die kreeg het dan over haar lippen heen. Dat vond ze lekker.
Nou, dat waren gekke dingen vroeger, hoor. Ja. En dan mocht je dat er zo afhalen. En dan stop je dat bij haar in de mond en dan deed ze dat bij jou. Nou, Henk, dat is een beetje pervers, maar vooruit. Gewoon smeren. Zo was die tijd. Ik hou ermee op. Ja! Ja! De mogelijkheden. Om weer experimentele platen te maken die een patiënt mogen kosten. Zodat de muziek zich verder kan ontwikkelen. En nou is het allemaal stilstaand water. Want er zijn geen budgetten meer. En er kan niet eens een gitarist ingehuurd worden. Want een toets is goedkoper. De 80's. Top 750. Radio Veronica.